Deze maand hebben we gekozen voor iets meer out of the box. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Benny. En het is weer tijd voor de coins van de maand. Ja. Drie coins van de maand kiezen wij eens in de maand uit. En deze maand is het tijd om weer te gaan kijken wat we deze maand willen gaan doen eigenlijk. Heb jij een idee? Ja, ik heb wel een paar ideetjes. Kijk, we kunnen natuurlijk niet elke maand dezelfde coins kiezen. Dus we moeten wel een beetje switchen. Deze maand hebben we gekozen voor iets meer out of the box. Ja. Iets meer out of the box. En ik wil gelijk... ik trap hem maar gelijk af. Monero. 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 Waarom Monero? Monero is al een hele oude coin eigenlijk. Ja. Bestaat echt al een hele lange tijd. Monero blijft populair. Hebben we de laatste tijd zeker gezien. Prijsactie, wat ze verwachten de komende jaren. Ja, dat moet gigantisch zijn als je het allemaal mag geloven. Ja. Maar Monero blijft de grootste privacy coin. Alle andere privacy coins hebben wel een paar tikken gehad de afgelopen tijd. En waar staat Monero? Monero staat gewoon nog steeds op nummertje 10. Ja, weet je wat het ook is? Kijk, bij privacy coins, maar dat komt ook gewoon omdat wij in een... wij leven in een vrij land. Ja. Wij hebben misschien Monero iets minder hard nodig als mensen in andere landen. Mm-hmm. Maar mensen vergeten echt hoe groot de impact dat kan hebben op je leven. Echt dat jij... zo'n privacy coin nodig hebt. Ja. En daar is meer vraag naar dan je denkt. Dat geloof ik ook. Dus daar is zeker markt voor. En ik denk ook steeds dat privacy in de toekomst wel steeds belangrijker wordt, hoor. Want blockchain biedt heel veel voordelen. Maar een nadeel van blockchain is ook wel dat het echt wel helemaal traceerbaar is. Echt tot in de puntjes. Dus ja. Monero... Een heel mooi project. Maar qua coinmetrics zit die ook best goed in elkaar. Ja, joh. Zijn niet, even kijken, waar stond dat? Er zijn niet zo overdreven veel coins. Het is niet een coin met, ja, de circulating supply op dit moment is 16,3 miljard. Ja. Het is ook geen coin waar miljarden coins van zijn. Nee. Nee, miljard, maar dat zie je meer aan die oudere coins. Hè? Dus de Bitcoin en zo. Toen waren die circulating supplies waren allemaal niet zo hoog. Nee. Dat waren meestal redelijk beschaafde supplies. Ik zeg miljard, maar volgens mij is het miljoen. Nee, het is miljoen. Dat is gewoon een redelijk normale supply vergelijkbaar met die van Bitcoin. Ja. En dat zegt wel iets over welke kant de coin op zou kunnen gaan, mocht hij nog meer populariteit winnen dadelijk. Hè? Monero heeft al leuke dingen laten zien in het verleden. Ja. Qua nieuwtjes, er komt een conferentie aan en ik zag hier Bulletproof Release. Transactions may make it into September 2018 fork. Een decrease van de fees met 84%. Ja, dat is toch wel... Ja, en nog één dingetje, want ik heb het even gecheckt. Monero heeft geen max supply. Nee, maar volgens mij is dat hetzelfde als waar Ethereum nu naartoe wil. Ja. Dus ze zitten tot een bepaalde blokhoogte vast aan dit protocol. En dan na die tijd wordt het overgeswitcht. Maar dat is volgens mij niet echt een staking protocol. Maar dan komt er wel... een ander protocol in werking. En dat is hetzelfde eigenlijk als met Bitcoin. Of je het nou met staking doet, weet je dat er een vaste supply komt. Ja. Of dat je de moeilijkheidsgraad van de blok size omhoog gooit. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus daarmee voorkomen ze gewoon inflatie van de coin. En ik denk dat het gewoon best wel een mooi project is. Ja, blijft een goede coin. Coinmetrics zit goed in elkaar. En ja, Monero is gewoon een van de oude stempel eigenlijk. En ja. Qua privacy coins... Voorlopig nog steeds de populairst. Nou ja, vooral in een boeren. Kijk, weet je wat het is? Ze hebben nu al een beetje prijsactie te pakken. Ga jij echt weer naar een boeren met... Ja, je merkt ook wel dat ze nu weer aan populariteit winnen gewoon overal. Kijk, ik zag hier en daar al verschillende voorspellingen langskomen van $1000 Monero. Ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Inderdaad, zeker als je kijkt naar de coinmetrics die gelijk zijn in principe aan die van Bitcoin. Is dat zeker mogelijk? Oké. Dan gaan we even kijken naar de volgende, want dat was namelijk... Ja, je kan omlaag scrollen of omhoog. Ontology. Ontology.
We hebben volgens mij al een keer gecoverd. We hebben een keer een review gedaan. Ja, en zoals we eigenlijk al vaak aankondigen, wij zijn er nooit zo van om een coin in een hype op te pakken. Nee. Dus Ontology, evenals vele andere coins, werd echt gehyped. De prijs bleef week achter week maar stijgen. Het project zit gewoon goed in elkaar, maar wacht gewoon even, want die prijs komt altijd wel naar je toe. Je ziet het toch heel vaak. Ja, dit soort grafieken. Dus de coin is nieuw en fris. Toen hebben we gezegd, neem even je rust. Nou, ja. Nu is die coin redelijk tot rust gekomen en verkeert hij zich in rustig vaarwater. En ja, dit is misschien wel het juiste moment om een coin zoals een Ontology op te pikken. Ja. Vanaf de top naar beneden, dan zitten we ja, echt op 100%. Ja, 90%. Nou, ik pak hem niet helemaal eerlijk mee nu. Die wick moet je misschien ook niet helemaal mee. Is niet nou, helemaal eerlijk. Maar laten we zeggen, hij is hetzelfde als alle altcoins. Hij is gewoon dik afgeschaft. Ja. Kijk, het enige wat mij dan positief maakt over zo'n coin is dat we toch hier een bodem gevonden te hebben. Dus ik teken maar even heel los in. Hier ja, ergens om en erbij. Kijk ook de afgelopen tijd eigenlijk het volume. Hij zakt alleen maar weg, Ja. Het volume trekt weer aan. Ik denk dat het een... een goede kans kan zijn om Ontology op te pakken op dit moment. Ja, de bodem lijkt gevonden, volume, dus ook interesse in Ontology neemt weer toe. Mensen kijken toch terug op die chart en die denken, ja, luister, is toch wel heel erg hard afgestraft. We lijken de bodem bereikt te hebben. Dus de weg omhoog lijkt geopend te zijn voor Ontology. Is gewoon een mooi, goed project. Hou dat zeker in de gaten. Je krijgt ook je gas gewoon, hè? Hele mooie coin. Ja, zeker weten. Oké. En dan... Last but not least. Ik vind dat hij gewoon in het lijst thuis hoort. Nummertje 5. EOS. In een slechte tijd een nieuwe all-time high gehaald. Dat was een heel sterk teken van EOS. Daarna is hij flink teruggezakt. Ja, maar op dit moment misschien ook een coin om toch mee te nemen. Lijkt ook een hele mooie steun gevonden te hebben. Ja. Hetzelfde eigenlijk als Ontology net. Hier zie je dat hij toch steun heeft gevonden. Volume trekt weer aan. Laat weer een lichte opgaande beweging zien. Betekent toch dat mensen weer de coin gaan waarderen. En hij heeft al twee keer een hele mooie prijsactie laten zien. Wat ik zeg, het is een van de weinige coins. Voor mij zelfs de enige coin geweest die echt in een slechte tijd gewoon een nieuwe ATH heeft behaald. Hè? Ja. En op dat moment stond echt alles gewoon bloedrood, hè? En EOS die bleef gaan. Ja, maar zelfs al raakt hij die all-time high niet, dan kan je er gewoon echt een hele mooie winst op behalen. Zeker. Gaat hij naar de $12, dan zit je al op 100% winst. Hè? Ja. Dat is gewoon een verdubbeling van je geld. En EOS blijft een heel mooi project, vind ik. Even kijken, want EOS... Ze komen in, komt kijk, natuurlijk papieren, aan het eind van het jaar. De Decentralized Exchange komt het einde van het jaar, ja. EOS Phoenix. Kijk, erbij staat. Kijk. Ja, staat. Dat is wel echt een dingetje, want daar is ook wel belangstelling voor, hoor. Dus dat is de gedecentraliseerde exchange... daar zitten mensen ook wel op te wachten. Ja. Ik denk dat dat ook wel een puntje is. Is natuurlijk nog iets langer weg. En vooral in de crypto. Ja, en dan praten we het over bijna 3-4 maanden. Dat is in de crypto staat gelijk aan 4 jaar misschien wel. Nee, maar zeker een coin om in de gaten te houden. Prijs is toch nu ook wel redelijk om met een dollar cost average in te stappen. Sowieso dollar cost average. Stap gespreid in en stap ook gespreid uit als je je winst wil pakken. Dit zijn onze picks. Dit zijn onze picks voor deze maand. Ik zeg ook dat nadrukkelijk. Dit zijn onze picks. Dat betekent niet dat het een advies is. Wij informeren jullie gewoon. Dit vinden wij mooie projecten. Doe altijd je eigen onderzoek. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje aanklikken. En dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wil je meer weten? Join de Discord. Ja, gratis en vrijblijvend. Kan je gewoon de Discord joinen. Stel je vraag. Iedereen is daar... Even vriendelijk om je te helpen met je vraag. Iedere zaterdag hebben we ook uiteraard de livestream om 11 uur. Onderaan de video vind je alle links. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Later. Later.